En consumenten moeten erop toezien dat de informatie op verpakkingen van voedingswaren in een verstaanbare taal zijn geschreven. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie ziet erop toe dat dergelijke voedingswaren niet op de schappen staan in winkels. Geovanni Supraien van de Economische Controledienst zegt dat zij recent een klacht kregen dat de winkel aan de Gemeenelandsweg vleesproducten verkoopt, waarvan de informatie op de verpakking niet te verstaan is voor de doorsnee Surinaamse burger. Begin deze week deed de ECD deze winkel aan voor controle. We zijn het onderzoek begonnen. Daadwerkelijk zijn we vleesproducten aangekomen, waarvan alles vermoedelijk in het Chinees is. We hebben de winkelier aangesproken hierover. Ze zijn van de schappen gehaald. De winkelier is als bewaarder van die producten aangesteld. En het onderzoek duurt voort. We hebben samples genomen. Deze samples gaan verder voor onderzoek, LVV, volksgezondheid, en kijken wat uit de bus komt. En kijken hoe ze het land binnen zijn gekomen. Als het op de legale manier is binnengekomen of op een andere manier dan vereist is door de wet. Dus dat was het vandaag. Ik zou de consument zeggen, let u op uw zaken. Het is een klacht die eigenlijk jarenlang gedoogd is geweest. Maar met voedingswaren maken we geen grap. Het ministerie benadrukt dat het ook de taak is van de burger om erop te letten wat er allemaal aan de man wordt gebracht in winkels en restaurants.